En ga je? Ga je? 1, 2? 4! Oh ja, Olivia kan de 3 niet. 1, 2, 4. Wauw, jij ging snel. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend en ik ben nog steeds in Friesland met de boot. Met Olly, zeg je even goedemorgen? Goedemorgen. Goed zo. We gaan lekker ontbijten. We zijn weer op de boot en moet je kijken hoe bizar druk het is. Dat is echt niet normaal. Oh, we hebben nog ontbijtkoek. Wat is er? Is dit de laatste? Hadden we er maar eentje? Twee. Oh nee, eet maar op dan. Ja. Wij zijn even van de boot afgegaan en we zijn gaan lunchen in, hoe heet het hier? Dit heet de klokkenstoel. De klokkenstoel? Ja. In Friesland ergens nog steeds. Aan het Snekenmeer. Aan het? Aan het Snekenmeer. Ja. Oli is net wakker. Hallo. Oh, dit ziet er lekker uit, jongens. Maar sowieso, kijk nou hoe je hier zit, zo onder deze prachtige boom. Echt fantastisch. Maar dit restaurant heet dus de Klokkenstoel, omdat daar een hele bijzondere kerk is met een open kerktoren. Prachtig. Wat heb jij, Noor? Ik heb een tosti avocado-achtig ding en ik ga nu dit tot mij nemen. Oh, lekker. Vind je dat lekker? Ja. Zo lekker ziet dat eruit. Dit is mijn lievelingseetkant. Jo, wat heb jij? Ik heb hetzelfde als Noor. Ah. En er zijn nog een soort van zure room bij. En alle kinderen hebben? Ja, of crème fraîche of zo. Ja. Pulled pork. Yummy. We zijn weer klaar met lunchje. Guys, good morning. Ik hoop dat ik scherp ben. Ja. Good morning. Het is zondagochtend en we zijn weer back in Amsterdam. En ik ga eindelijk weer naar Momo en Mini Momo. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb deze Ralph Lauren blouse aan. Een vintage oude. Niet die Yorkketting. Top van de Zara. En een witte broek van ASOS. En die Hermes sandalen. Ik heb even iets chills aan gedaan. En ik neem deze Fendi tas mee. En ik ga met de Uber naar Mo. Kijken, ik ben nu scherp. Dus dat neem ik mee en ik heb een cadeautje voor haar. Ik heb het niet vergeten. Kijken. Zit hier die oorbel in? Ja. Oké, guys. Let's go! Ik ben naar Mo gegaan. En naar Mini. Maar Mini is weer aan het slapen. Mini ligt te pitten. En deze hele grote broer is er ook. Meesie. En Sarah Lissy ligt lekker een dutje te doen. En we zijn even aan het wandelen. Ik ben weer in Amsterdam en ik ben naar Mo naar de verjaardag van Victor gezellig even gegaan. En daar ben ik nu net weg. En nu ben ik met Olivia even bij het speeltuintje. En dan gaan we even spelen. Wacht. Daar ga je! 1, 2. Oh ja, Olivia kan de 3 niet. 1, 2, 4. Wauw, jij ging snel. Ja. Kom. Wij zijn toch maar even een pizzaatje gaan eten. En Olivia, wij eten altijd bij de pizzabakkers. Daar mag je gaan kleien met deeg. Doe je zo? Oh, het is heel koud! Ik mag er ook. Doe maar balletjes maken. Ja. Goed zo. Ik had een pizza margarita, die is op. Sanne had een pizza tortufo. Die wilde mij nog het laatste stuk geven, maar ik heb al 2 van hem op. Zo cool. Cool. Good morning. Het is maandagochtend. Ik heb voet. Jij hebt een voet, hè? En we gaan zo Olivia naar school brengen. En dan ga ik naar kantoor.
Waar is Sander? Heeft papa jou boven achtergelaten? Hier is die. Hier is die. Jij mag niet op kantoor werken. Hoi. Hoor je dat? Je mag niet op kantoor werken. Jij ook niet. Ik niet? Nee. Oké. Nou goed, we gaan even lekker... Papa bel. Papa bel, hè? Papa gaat naar kantoor toe. Gaat papa naar kantoor toe? Ja. Wat gaat hij daar dan doen? Even zwaaien. Gaat hij daar zwaaien? Gaat de helikopter zo terug? Gaat hij in de helikopter terug? Ja. Oké. Okay. Ja, hij zit wel heel wild. Mama moet even staartjes maken. Nee. Je mag niet kantoor toe. Je mag niet kantoor toe. Oké. Ga dan bijten. En dan ga ik dit monster naar school brengen. Ik ben op kantoor aangekomen en we moeten echt mega veel pakketjes inpakken van de nieuwe sieraden. Ik ga even jullie vragen meteen beantwoorden. Nee, ik ga eerst de vraag beantwoorden. Ik krijg echt honderdduizenden DM's en e-mails en nou ja, overal waar ik zeg maar bereikbaar ben, krijg ik vragen over de muziek uit de vlog. Dus ik ga nog één keer zeggen, alle muziek die wij in de vlogs gebruiken is muziek van Sander. En al die muziek is nog niet uit, dus het klopt dat je het op Shazam niet kan vinden. En dat je het niet op Spotify en zo kan vinden. Ik weet niet wanneer het uitkomt nog, maar zodra het uitkomt ga ik het hier als eerste laten weten. Dat is dat. Voor de rest, mensen vragen waar de gekleurde oorbelletjes blijven. Als het goed is, staan die nu online. Dat hoop ik, die ringetjes. En waar deze ketting van is. En deze ketting komt met een goudschelpje hier. Ik heb nog geen goed voorbeeldje ervan. Deze week uit. Misschien gaat hij eigenlijk ook al nu wel online. Ik hoop het. En deze. Dit enkelbandje. Staat nu ook online eindelijk. En je kan hem met touwtjes aantrekken. Dus hij is echt super chill. En hij is heel stevig. Dus hij blijft goed zitten. Dus dat. Dan gaan we nu verder met alle pakketten. Guys, ben ik weer. Het moment is eindelijk daar. Ik heb net gezegd dat ik hoopte dat ze binnen zouden komen. En kijk. Wacht. Waarom stelt dit niet scherp? Ik ga het in de spiegel filmen. Nee, lukt ook niet. Oh my god. Dit is trouwens wat ik aan heb. Het pak van Naked. Anyways, de gekleurde ringen. Daar zijn ze. Ze zijn er eindelijk. Ik hoop zo dat ze niet uitverkocht zijn als deze vlog online komt. Dat zou ik echt naar vinden. Ja, ik ga ze nu online gooien. Oké, ik ben weer thuis. En... Oh, het adres moet weer uit. Ik heb nieuwe packages binnen. Ik weet niet meer wat ik besteld heb. En ook een van de Zara. Zal ik het even laten zien? Misschien wel leuk. Oké, guys, ik ben er weer. Ik heb net een make-up challenge opgenomen met Sander. Die staat nu online. Mocht je hem nog niet gezien hebben, check hem dan eventjes. Dit is de make-up. En ik ga niks meer doen vandaag, dus ik ga het lekker laten zitten. Met je Oost-Europese prostituee. Komt wel leuk. Ja. Ik ben zo moe. Ik ga kaneelstokjes eten. Nee, ga even lekker laat door voor je oogstift. Nee, want ik wil vroeg naar bed en het is nu al bijna 6 uur. Je werkt veel te hard. Slaap je doen. Ja, we gaan Oliviaatje halen. En die zien jullie dan zo. En dan zien wij jullie ook zo. Doei. Oké, Sander is Olivia gaan halen van de crash. En ik ga weer eens een keer koken. Ik ga Mexicaanse salade maken. En dat is echt heel simpel. Ik doe altijd gewoon. Oh, dit is veel te veel. Maar ik wil kip maken met Mexicaanse kruiden. Die ik volgens mij niet in huis heb. Nee. Ja, ik ga beginnen met de kip. Dat doe ik in de pan. Oh. Okay, misschien is het heel raar, maar ik gebruik dus deze kruiden voor gehakt op de kip. Ja, die zijn echt super lekker voor Mexicaanse salade. En dan terwijl de kip in de pan zit, ga ik altijd jalapeno's in stukjes snijden. Normaal was het verse, maar die waren er niet. En dan ga
ga ik die jalapeno's een klein stukje snijden. Snippertjes van maken. En dan bak ik die altijd even de laatste minuut. Ik moet trouwens wel even iets apart voor olie maken, want ik kan natuurlijk geen jalapeno's eten. Dan bak ik die jalapeno's. Altijd. De laatste 2 minuutjes of zo. En die grillpan waar de kip in zit, mee. Dat het zeg maar lekker spicy wordt. Pardon. Morgen ga ik trouwens een girasol eten. Ik hoop dat het allemaal doorgaat met Monica en Kay. En alle drie onze dochters. Zo raar om te zeggen dat 2 van mijn beste vriendinnen gewoon ook allebei een dochter hebben. Echt bizar. Had ik echt 3 jaar geleden niet verwacht dat we allemaal kiddies zouden hebben. Maar natuurlijk wel mega leuk. Dan ook Olivia's kippetje. Zometeen even apart houden. Voordat ik die jalapeno's erin doe. Of die jalapeno's even apart pakken. Ik vind in de zomer koken wel echt minder leuk dan in de winter. In de winter vind ik het wel gezellig om te koken. In de zomer vind ik het chiller om buiten te eten. Maar ja, het is ook wel lekker om thuis te zitten nu. Oké, jalapeno's heb ik gedaan. Echt limoenen. Ik doe er straks zure room bij het eten. En ik ga dus altijd alvast, als ik kook, ga ik alvast chips eten. Ik heb zo'n honger vandaag. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb deze ook al zoveel gegeten. Die kaneelstokjes. En deze, mijn lievelingsdrop. En ik had ook veel chips en pistoletjes en autodrop. Oh. Oké, ik ga tomaat snijden. Geen eten voor Olivia. Amazing. Ik ga er net een salade apart van gaan maken. Ik vind jalapeno's dus echt lekker trouwens als ze gebakken zijn. Niet als ze naturel zijn. Ik heb deze borden, daar ga ik de sla in doen. En ik doe altijd een laagje ijsbergsla op het bord, zeg maar. Een klein beetje. Als soort van onderkant voor de salade. Dat doe ik ook Olivia. Een klein beetje. Op zich vindt ze ijsbergsla wel lekker. Eigenlijk is het op zich wel alles. Dus boontjes, broccoli, bloemkool, paprika, dat is heel lekker, tomaatjes, komkommer. Eigenlijk kan het best wel heel goed aan eten. Als ik er zo over nadenk, dat is heel fijn. En laat me even weten of jullie het leuk vinden om dit kookgebeuren te zien. Misschien vinden jullie het wel zijn. Sorry, klik dan maar door. Dan gaan we nu beginnen met avocado snijden. Ik kan ook op de guacamole maken. Ook wel lekker. Oké. Ik doe per bord doe ik 1 avocado. Tenminste, bij Sander en mij doe ik een hele avocado snijden. En dan doe ik bij Olivia denk een halve. Olivia houdt ook weer een avocado. Ik doe altijd dit in mijn mond. Is dat raar? Ik snij altijd de dop van avocado eraf. Dan bijt ik het eruit. Ik hoop dat het heel raar is. Weet je wat ik trouwens wel leuk vind om te weten? Ik heb best wel lang, trouwens, waarom kan ik me nog wel afmaken? Ik heb best wel lang niet echt vlogs gekeken meer op YouTube. En later vind ik dat toch wel weer leuk om te doen. En dan kijkt ze nu de vlogs van een meisje die ik persoonlijk best wel goed ken. Zij heet Lydia Millen. En ze is echt super aardig. En ik vind haar vlogs laatst zijn echt weer super leuk om te kijken. Dus nu is mijn vraag. Wiens vlogs vinden jullie leuk om te kijken van Nederland of het buitenland? Of vond die van Jannie ook altijd wel leuk? Jannie Deler. Keek ik vroeger ook altijd. Ik heb trouwens avocado gesneden in vierkantjes. Kijk, en die ga ik nu op de borden doen. In de salade alvast. Zo lekker. Er is niks zo lekker als avocado. Love it.
Dus let me know. Misschien ontdek ik nog leuke nieuwe mensen om te kijken. En in Nederland kijk ik eigenlijk, ja, kijk Marcia de vlogs af en toe. Maar die upload natuurlijk elke dag. En ik heb niet echt tijd om elke dag vlogs te kijken. En Monica kijkt nu wel altijd. Omdat Monica natuurlijk nu nog maar één keer in de week upload. En dan kan ik dat altijd kijken. En voor de rest, ik weet eigenlijk niet wie vlogger nog meer in Nederland. Voor de rest kijk ik eigenlijk geen Nederlandstalige vlogs volgens mij. Of video's. Nee. Eigenlijk niet. Maar wie zijn er nog meer leuk om te kijken? Let me know. Ga ik het even checken. Oké. Avocado zit erin. Ijsbergsla zit erin. Dan ga ik nu tomaatjes snijden. En wassen. En die erin doen. Oh, het is 5:15. Ik bedenk nu dat ik een afspraak heb om 8:00. Die ik niet ga redden. Want ik moet echt nog zo'n shitload op bord doen. Als Oliviaatje slaapt. Het gaat niet worden. Het is best wel een drukke werkweek. Wij gaan natuurlijk donderdag naar Positano toe. En voor die tijd moet ik best wel veel af hebben. Ik ga daar ook wel werken, alleen niet zoveel als hier. Gadver, wat is dit? Yeah. Wat ik dan ga doen is limoen uitversen over de salades. Ook niet bij Olivia, alleen bij mij en Sander. Heel klein beetje olijfolie eroverheen doen alvast. Zo. Ik heb Olivia het bordje al klaarstaan. En ik heb de jalapeno's nu door de pan heen gedaan. Heb je in de zandbak gespeeld? Ja! Was dat leuk? Hoe was het op school? Duurde lang. Duurde lang? Ja, ik heb geslapen gemaakt. Heb je lekker geslapen op school? Oké, wat heb je nog meer gedaan? Gespeeld. Gespeeld? In de zandbak? Ja. Met de chicane? Ja. Was het leuk? Een cracker. Een cracker heb je daar. Ik heb al een beetje gekookt voor jou. Huh? Daar is mijn stoel. Hier is je stoel. Daar is jouw stoel. Zal ik hem neerzetten? Ja. Oh, wat lekker. Wil je lekker eten? Wil je een beetje water drinken? Ja. Yeah. Ja. Olivia, ik heb je zo gemist. Oké, de kip en de jalapeno's erover gedaan. En nu doe ik altijd nog... Serieus, de hele zandbak zit in mijn laar. Chips erover en zure room, maar dat doe ik altijd op tafel pas. En wat ik doe, waarom het zo lekker is, is dat ik het in hele kleine stukjes doe. En dan zo er doorheen. Zo, dan is die lekker knapperig. Serieus, oprecht? Heerlijk gerechtje. Nou, pak je bordje maar, die is voor jou. Het is even later. Ik lig in bed. Ik ga Friends kijken. En Sander en ik hebben net eten besteld. Ik had nog wel snoep gegeten na die salade, maar het is gewoon niet genoeg. We hebben zo'n honger. Dus we hebben pita broodjes besteld en dips en flatbread. Dat gaan we nu eten. Ja. Dus tot zover mijn succesvolle story van koken. Echt super dom. Ja. Ik denk de food is hier. Sander staat ophalen. En dan gaan we Friends kijken. Staat nu aan op de tv. Over there. En dan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend. Good morning guys. Het is dinsdagochtend. En ik heb zoveel oogcreme opgedaan. Het glans nog helemaal. Anyways, ik was me aan het klaarmaken. Want ik heb een hele dag met afspraken voor de boeg. Olivia is net naar de crash. En ik ga nog even make-up op doen. Maar ik wilde even de vlog afsluiten. Want die komt natuurlijk morgen online. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie vrijdag. Vrijdag komt, dus vergeet niet te subscriben. Vrijdag komt Sander Does My Make-up Challenge online. Dus ja, ik zie jullie vrijdag weer.